Dag dames en heren, welkom bij 75 jaar vrijheid in het spoor van de bevrijders. We hebben het eindpunt van onze reis bereikt. Harderwijk, aan de oevers van het Veluwemeer, dat in 1945 natuurlijk nog gewoon het IJsselmeer heette. En die bevrijding van Harderwijk, dat was er eentje uit het boekje. Onze laatste held, zo mogen ze toch wel noemen, die mannen die Gelderland bevrijd hebben en van wie velen daarvoor hun leven hebben gegeven, is Freddy Beehy. En straks sluiten we met René Broeren het boek van de oorlog. Een hele tocht over de Veluwe hadden de Canadezen achter de rug toen ze in Harderwijk aankwamen. Op 18 april werd de stad uiteindelijk bevrijd. Een ware triomftocht waarbij het plaatselijke verzet een grote rol speelde. We gaan terug naar toen met Annemieke Schakelaar. Harderwijk viert feest, want hier eindigt een ware zegentocht over de Veluwe. Waarbij achterinvolgens Barneveld, Ermelo, Putten en hier dus Harderwijk zijn bevrijd. En het mooie is, daarbij is geen schot gelost. En dat allemaal dankzij Marinus Baars, de districtscommandant van het verzet. De Duitsers hebben tot 16:30 de tijd om zich over te geven. Zo niet, dan wordt Harderwijk beschoten. Baars heeft het gevoel dat dat misgaat. Hij pakt de fiets, gaat dwars door de linies en weet zo te onderhandelen dat de Duitsers zich overgeven aan de Canadezen. Maar op één voorwaarde. Dat hij, als bewijs van geslaagde onderhandelingen, op de eerste tank zit die de stad binnenrijdt. Er zijn nog wel een paar Duitsers die proberen te ontkomen. Maar zoals een Engelse commandant droogjes zegt, dat hebben we met wat schietoefeningen weten te voorkomen. De bevrijding van Harderwijk was er een zoals we die ons graag voorstellen. Juichende massa mensen met rood-wit-blauwe vlaggen en soldaten die chocola en sigaretten uitdelen. Jan Foppe was 17 jaar en zag de Canadezen binnenkomen. Voor hem is de bevrijding vooral de geur van vers gebakken brood. Toen woonden we dus ook al in Harderwijk, de Tuipalstraat nummer 9. En daar waren we dus met 4 kinderen, pa en ma, woonden we daar. Ik ben ze ook nog een kilometer of anderhalf tegemoet gegaan, richting Ermelo. Nou, en dan weet je het wel, hè. Een stukje meerijden. En toen kwamen we dus bij Hotel Baars, bij het Kerkplein, waar de commandant dus met zijn commandanten, met de bijcommandanten gelegerd werden. En de tanks werden hier gestald. De bemanning sliep op de tank en onder de tank en achter de tank. Ja. En het volgende kadron gingen we dus naar de boulevard. Er lag nog een Duitse boot met marinemannen en die wilden dan nog wel ontsnappen, omdat ze dus, ja, ze konden toch niks meer doen, want de oorlog was al verloren. Nou, dus die wilden nog ontsnappen richting Amsterdam, daar het nog niet bevrijd was. Ja, ja, maar de tankjes stonden opgesteld met de kanonnen gericht op het meer, IJsselmeer. Nou, maar toen ze dus de haven uitkwamen, zeg maar een waarschuwing schoten voor de boeg van we nemen je onder vuur als je doorgaat. Dus die kwamen onmiddellijk terug en werden krijgsgevangenen gemaakt. En die werden op de boulevard netjes even tegen de muur zitten, afwachten als krijgsgevangenen. Toen kwamen de rood-wit-blauwe vlaggen. Overal gedaan, die ze opgeborgen hadden. En toen begon dus echt het feest. Toen waren ook die sigaretten en was ook de repen chocola waren gearriveerd. Dus de jeugd ging naar het Kerkplein of de boulevard en die snoepte van de Canadezen. En daar moet ik bij zeggen, het brood wat zij dus bakten in de mobiele keukens, dat was gewoon een cake voor ons. Wij waren dat klefferige brood gewend in de oorlogsdagen. Van buiten wel helemaal een beetje klaar, maar van binnen allemaal nog dat. Maar goed, het was in ieder geval, het leek net op cake. En het smaakte ook net als cake. Dat werd een paar dagen later, weet je wel, dan werd het georganiseerd met muziek erbij en dergelijke. Door het centrum heen en zo. En dan hele rij, arm, dus geen corona-arm, maar gewoon
En zo werd het dus gevierd. Men geeft mijn regiment de eer Harderwijk te hebben bevrijd. Mag ik u verklaren dat mijn regiment de eer had de leden van de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, uit uw stad steun te bieden? Zij waren in werkelijkheid de bevrijders van uw stad. Dat schrijft in 1945 luitenant-kolonel McGafferty over de bevrijding van Harderwijk. Johan van Sonne, amateurhistoricus, dus niet de geallieerden, maar het verzet heeft Harderwijk bevrijd. Hoe zat dat? Ja, klopt. Het wil zo zijn dat eigenlijk de Canadezen van plan waren om Harderwijk te bombarderen, plat te schieten. Zo staat ook in bevelen van de Canadezen. Op 17 april, één dag voor de bevrijding, zijn er heel veel Duitse troepen in de haven van Harderwijk aangekomen. Die samenkwamen om eigenlijk naar Amsterdam toe te trekken. Die wilden er vandoor? Die wilden er vandoor, inderdaad. Dus van het verzet uit kwamen de berichten naar de Canadezen toe. Dat er heel veel troepen in Harderwijk gelegerd waren. En in aanloop naar de bevrijding van Harderwijk heeft het Canadese leger diverse legers verloren, tanks verloren. Bijvoorbeeld bij Voorthuizen. En richting het IJsselmeer wilden de Canadese legers eigenlijk geen verliezen meer verder leiden. Dus ze kozen voor de makkelijkste oplossing. En dat was Harderwijk platschieten. Schieten, vooruit schieten. Ja, ja. De makkelijkste oplossing. En het verzet, want het verzet dacht, ja, maar dat hoeft dus helemaal niet. Nou ja, de berichtgeving was dus eigenlijk heel veel Duitsers. Maar die Duitsers waren op 18 april, de dag van de bevrijding, 's ochtends vroeg al vertrokken richting Amsterdam. Wat dus eigenlijk hun plan was. En dat was diezelfde dag van de bevrijding. Dus dat waren ook de berichten die verzet weer kreeg. Dus toen is men eigenlijk op de fiets gegaan richting Ermelo, wat op 18 april bevrijd is. En toen heeft men contact gelegd met de Canadese legers, met John McCafferty, de kolonel. Ja. Nou, zo is dus een ultimatum gekomen. Grote naam even hierin, dat is Marinus Baars, hè? Ja, want in eerste instantie is de commandant van de inlichtingendienst, Henk Roebers, die was naar de wijk ondergedoken, die is naar Ermelo toegefietst. Die heeft gezegd van wij hebben geen, dus de inlichtingen waren van we hebben geen Duitse soldaten meer. Die heeft toen naar Baars toe het ultimatum overgedragen van de Duitsers moeten zich overgeven aan Baars. Nou, en vervolgens is de tweede fietstocht is geweest samen met Baars en zijn commandant Jan Versloten. Die zijn weer naar Donsel gegaan, het buurtgemeente bij Harderwijk, waar op een gegeven moment al die tanks opgesteld stonden om Harderwijk plat te schieten. Ja. En hoe cruciaal is, want die Marinus Baars die heeft dan dus uiteindelijk daar een grote rol in gespeeld. De geallieerden gewaarschuwd, jongens, dat is helemaal niet nodig. Hè? Klopt. Hoe cruciaal is zijn rol geweest? Want waren de geallieerden inderdaad van plan om dat te gaan doen? Ja, want ze stonden, wat ik net zei, ja? Ze stonden al in de buurtgemeente van Donsel. Dat is echt op de grens van Harderwijk, stonden zij al gereed met hun tanks om Harderwijk onder vuur te nemen. Ja. En toen is Baars weer teruggegaan. Nee jongens, dit moeten jullie niet doen. Toen is hij weer naar Harderwijk toe gegaan. Toen heeft hij contact opgenomen met de ortscommandant. Toen was hij op zoek naar allerlei Duitse commandanten. Uiteindelijk heeft hij er eentje gevonden. En die was toen bereid om zijn wapens neer te leggen. Nou, en toen kon hij weer terug naar de commandant, naar de Canadese strijdkrachten toe. En daarmee is hij voor op de tank van Harderwijk, is hij Harderwijk binnengereden. Ja. Duitsers gaven ze niet helemaal makkelijk gewonnen. Ze zeiden, ja, we willen de wapens wel neerleggen, maar niet aan de binnenlandse strijdkrachten. Nee. Ze moesten het per se doen aan de Canadese legers. Vandaar ook dat Baars voor op de eerste tank moest gaan. Dus het is een combinatie geweest tussen Baars en het Canadese leger. En daaraan is de overdracht geweest. Ja, ja, en het Canadese leger die zag wel degelijk de grote rol die Baars gespeeld had. Dus die hebben hem wel meegenomen daar naartoe, ja. naar die overdracht van de wapens. Je leest ook in de naoorlogse stukken dat Baars en zijn adjudant voor op de eerste tank zaten. En dat daaraan de overdracht is geweest. En die zijn ook dan bij Hotel Baars, overigens geen familie, zijn die samengekomen. Ja, maar dat is dan dus wel echt een bevrijding geweest volgens het boekje. Hè? Geen beschietingen, geen vernielingen, geen burgerdoden. Nee. Allemaal heel soepel. Er zijn geen slachtoffers onder Duitsers gevallen, geen slachtoffers onder de Canadezen en geen burgerslachtoffers geweest. Ja. En nog wel Duitsers die probeerden er vandoor te gaan, want het water was dichtbij, dus die vluchtweg, die zagen ze wel. Ja, de Duitsers die hadden de havenmonding van de Harderwijkerhaven hadden zij wel afgesloten al, de 18e 's ochtends vroeg. Dus in principe kon er niemand meer uit. Maar de 18e 's middags probeerden nog wel enkele Duitsers de haven te verlaten, richting Amsterdam alsnog. Dat is niet gelukt, want er stonden alweer enkele Canadese tanks klaar in de haven. En die hebben enkele schoten gelost.
Er is nog één huls beschikbaar in het gemeentearchief. Einde vluchtpoging. Een einde vluchtpoging van die Duitsers. Praat er straks verder, Johan. De afgelopen weken hebben we u voorgesteld aan de mannen die het hoogste offer brachten voor onze vrijheid. Vandaag zijn we aangekomen bij de laatste held in deze serie, Freddie Bihai. A fine chap, zo wordt Frederick, Freddie Bihai, op zijn militaire aanmeldformulier genoemd. Hij is een vrolijke allemansvriend uit Sheet Harbor, Nova Scotia. Geboren in een groot en liefdevol gezin. Hij is dol op vissen en boksen. Op de jaarmarkt in het dorp zijn er maar weinig die hem in de ring kunnen verslaan. Hij vindt werk als timmerman en heeft een vriendinnetje, Abigail. U zou kunnen zeggen dat het leven hem toelacht. In maart 1942 meldt hij zich aan bij het West Nova Scotia Regiment, waar hij een opleiding tot motorordonnans krijgt. Berichten bezorgen tussen de linies en commandoposten. Een gevaarlijk klusje. Want om ontdekking te voorkomen moet hij vaak in het donker zonder koplampen rijden op onbekende wegen. In de late avond van 2 mei 1945 gaat het dan ook gruwelijk mis. Freddie wordt in de buurt van Nijkerk aangereden door een geallieerde truck die hem in het donker over het hoofd ziet. Nog diezelfde avond sterft hij aan zijn verwondingen, pas 27 jaar oud. Hij wordt door zijn kameraden liefdevol begraven op een tijdelijke begraafplaats in Nijkerk. Een van zijn dienstmaten schrijft een brief aan Freddy's moeder. Freddy was een hele goede soldaat en een vriend voor alle jongens. Ik heb veel mannen zien sterven, moedertje, en is het dom van mij om u te vragen gelukkig te zijn. Want dat is altijd de laatste wens van een soldaat, dat zijn geliefden gelukkig zijn. Op 2 oktober 1945 wordt Freddy herbegraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Op de veranda van zijn ouderlijk huis hangen nog jarenlang Freddy's bokshandschoenen als een stille herinnering aan die vrolijke zoon en broer, a fine chap. Ja, René, broer van Museum Collectie 4045 uit Beekbergen. Een hele reeks aan voorwerpen is aan ons voorbij getrokken de afgelopen week. Dankzij jou en dankzij je collega Jean Kreunen. Wat je nu bij je hebt is, je zou het een trofee kunnen noemen, maar wel een bedenkelijke trofee, hè? Dit is het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Hij is er uiteindelijk ook miljonair mee geworden. Hij heeft het geschreven tijdens zijn gevangenschap. Hij heeft geprobeerd dankzij een putsch aan de macht te komen. Is dat zo? Is het echt zo verkocht dat hij er veel geld aan overhoudt? Hij is er miljonair van geworden. Oh, okay. Ja. Als je in Duitsland trouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kreeg je niet de Bijbel van de burgemeester, maar je kreeg Mein Kampf. Met een voorwoord erin van de burgemeester. Ja, zo kan ik ook een bestseller schrijven. Hè? Ja. Mein Kampf, het is een gevaarlijk boek. Ik heb het gelezen. Het is een zeer gevaarlijk boek. Je kunt het namelijk vandaag de dag uitbrengen. En het zal vandaag de dag door bepaalde mensen omarmd worden. Het gaat duidelijk over de minderheden. In de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de Joden. Dat kun je natuurlijk naar vandaag de dag brengen. Levensgevaarlijk boek, naar mijn mening. Hoe kom je eraan? Want het komt uit die tijd, hè? Deze komt uit Apeldoorn. De Duitsers die hebben op een gegeven moment ook tijdens de oorlogsjaren scholen in beslag genomen. Regeringsgebouwen hebben ze in beslag genomen. Maar ook villa's en dergelijke. Nou, je hebt natuurlijk een beetje aanzien. Nou, de bewoners die moesten vaak dan of op zolder konden ze blijven zitten. Of ze konden ergens in de achterkamer zitten. Of in sommige gevallen moest je gewoon je huis uit. Afgelopen finito, de Duitsers zitten erin. 17 april en Apeldoorn is bevrijd. En de zoon des huizes besluit als eerste om naar het ouderlijk huis terug te gaan. En hij vertelde mij, joh, ik kom de keuken binnen, netjes, niks kapot. Voor zover ik kon zien stond alles er nog. Oude huizen hebben van die schuifdeurtjes met glas in lood. Hij loopt naar de kamer in, kijkt om zich heen. Hij zegt, van, joh, het leek wel of ze gestofzuigd hadden. Het was perfect achtergelaten. Alleen op tafel ligt Mein Kampf. Waarschijnlijk hebben ze het niet meer nodig gehad, de Duitsers. De oorlog is voorbij. Boek dicht. Dankjewel. En bedankt voor de afgelopen tijd. Graag gedaan. ...2020 had het jaar moeten worden waarin we op grootse wijze 75 jaar vrijheid zouden vieren. Heel Gelderland stond als het ware in de startblokken.
Totdat de wereld er door corona opeens heel anders uitzag. En al die vieringen en activiteiten niet door konden gaan. Daarom als eerbetoon aan al die mensen die er zo druk mee bezig waren, als troost het gedicht dat Anke Gussinklo voor alle basisscholen in de gemeente Aalten maakte. In de tijdlijn van de eeuwen volgen wij ons levensspoor. Vormen samen een gemeenschap en vandaag dit vrijheidskoor. Driekwart eeuw nu zonder oorlog is een danklied meer dan waard. Hier in vredestijd geboren en levend naar jouw eigen aard. Ik heb niet erg lang hoeven na te denken over wat ik wilde schrijven. Het moest alleen nog even in een lied passen. Maar mijn boodschap is eigenlijk dat wat we hier in IJsselo proberen te vormen, een nobelschap noemen we dat, een beetje aan elkaar denken, voor elkaar klaarstaan, dat dat niet alleen geldt voor IJsselo of Aalten of voor Nederland, maar uiteindelijk voor de hele wereld. Dat is wat ik in die vier coupletten probeer te zeggen. Alle talen onze geven, Nederlands en dialect, Engels, Frans, met Duits, de weven en multicultureel, de spekt. Als een tiet is het al beschreven, argens tussen vrees en hoop, hef de mens die geest gekregen, weeën noem dit nobelschap. Toch is het op deze aarde lang niet altijd pais en vree. Niet elk volk ervaart die waarde of deelt in de welvaart mee. Dan maken wij van mensen nummers. Maar is dat geen waanidee? Elk op zich zijn wij een druppel, maar samen in die ene zee. Zo zijn alle mensen kinderen, broers en zussen van elkaar. Met dit weten diep doorzinderd, zet je vrede op de kaart. Vrij in hart en ziel en nieren. Voor ieder mens apart. Maar om vrijheid echt te vieren, sluit je elk ander in je hart. Ja, hier aan tafel praten we verder over de bevrijding van Harderwijk met Johan van Sonnen. Johan, René is eigenlijk de man van de voorwerpen, maar jij hebt ook wat bij, hè? Ja, klopt. Dit is de oranje band van de Binnenlandse Strijdkrachten van Marinus Baars. Marinus Baars, de verzetsman waar we het net over hadden. Ja, klopt. Ik heb deze mogen krijgen van zijn dochter. Dit is eigenlijk wel een bekendere band eigenlijk die ook andere verzetstrijders hebben. Maar voor mij is deze heel speciaal, omdat deze ook tijdens de bevrijding van Harderwijk gedragen is door Marinus Baars zelf. Ja. Dus hij is ook authentiek. Die dus, zoals we net al geconstateerd hebben, echt een held was. Hè? Want hij heeft eigenlijk samen met de andere Binnenlandse strijdkrachten voorkomen dat Harderwijk platgeschoten werd. Ja, dat Harderwijk is blijven bestaan zoals hij nu nog bestaat. Ja, zeker. Ja. Je hebt je ontzettend in Marinus Baars verdiept, hè? Na de oorlog. Heeft hij alle credits gekregen die hij verdiende? In Harderwijk is er eigenlijk één verzetsman. Die heeft een straat naar zich vernoemd gekregen. Dat is Wouter van Dam. Dat is ook een hele belangrijke verzetsman. Maar de rest van het verzet heeft in mijn ogen niet de credits gekregen die hij of zij verdiend zou moeten hebben. Want als je hoort wat hij gedaan heeft, dan zou je zeggen, nou, inderdaad, noem ook maar een straat naar hem. Ja, ja. Nou ja, zeker. Ik heb ook documenten waarin staat van deze man had voorgedragen moeten worden als ereburger. Dus... Nou ja, goed, er had meer gedaan kunnen worden, laat het zo zeggen. Ja. Goed, 18 april, Harderwijk is bevrijd. Dan gaan we, René, dan gaan we eigenlijk een beetje een rare tijd in, hè, na die 18e april. Het wordt een hele vreemde tijd. Het is een wapenstilstand in principe. De oorlog is niet eens ondertekend. Maar er moet ook op een gegeven moment voedsel getransporteerd worden, hè, voor de Nederlandse bevolking. Dat gaat allemaal over de weg. En dan zou je verwachten dat daar alleen maar als bewaking Engelse en Canadese soldaten zouden zijn. Maar er worden zelfs gewoon Duitse soldaten bewapend, gebruikt. En er is nergens meer tot een schermutseling gekomen. Ze hebben nergens iets voorgedaan met dat de jongens hebben lopen vechten met die Duitsers. Maar ze waren toch 5 jaar lang de vijand. Ja. Maar hand in hand werd het eten eigenlijk door Nederland gebracht. Een raar en een bijzondere tijd. Je zei er net al wat over, Johan. Harderwijk is uiteindelijk niet beschoten, is gebleven wat het was. Hoe is Harderwijk verder uit die oorlog gekomen?
Hierop aansluitend, Harderwijk heeft daarna nog een interneringskamp gekregen, kamp Kranenburg. Er zijn ook hele verschrikkelijke dingen gebeurd. Er zijn alle NSB'ers, Duitsers zijn er naartoe gegaan. Daar hebben echt hele aparte dingen hebben daar plaatsgevonden. Dus ja, dat zijn echt wel dingen die een zwart gat zijn, of tenminste moeilijk zijn voor Harderwijk. Ja, ja. Op 4 mei is er nog een dodelijk ongeval geweest met een verzetsman. Omdat het verzet wel allemaal nog in de periode tussen 18 april en 4 mei... wel wapens hebben gekregen, maar geen oorlog meer hebben. Hè, dus... Maar ze konden het leven weer vrij snel oppakken, omdat ze niet die enorme vernielingen hadden die elders wel waren. Ja, klopt, klopt. Hè, na de oorlog is ook het leven van verzetsmensen is gewoon weer doorgegaan. En ik vind het wel heel typerend voor Harderwijk dat er heel weinig over gesproken is. Over omliggende plekken lees je heel veel, is heel veel geschreven. Maar Harderwijk toch niet heel erg veel. Nee, maar heeft dat er misschien ook niet mee te maken dat het drama in Harderwijk aan het eind niet zo groot was als in andere plaatsen die kort daarvoor bevrijd waren wel? Klopt. Putten bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook de razzia gehad. Maar Ermelo heeft natuurlijk ook een eigen dingetjes gehad. Maar ja, Harderwijk heeft wel 77 oorlogsslachtoffers gehad. Dus ja, dat is van twee kanten. Dus uiteindelijk, ja. Nou goed, en dan het mooiste verhaal is dan toch dat de binnenlandse strijdkrachten ervoor gezorgd hebben dat die enorme beschietingen, die elders wel geweest waren, uitbleven in Harderwijk. Geen oorlogsslachtoffers tijdens de bevrijding. Ja. Die Marinus Baars, hè, die dat dan gedaan heeft. Jij zei, er is geen straatnaam genoemd. Is er wel veel over hem geschreven? Is die makkelijk te vinden voor mensen die wat over hem willen weten? Nee, eigenlijk ook niet. Via de familie heb ik dan contact gekregen en ben ik steeds meer te weten over hem gekomen. Want eigenlijk komt hij ook niet uit Harderwijk. Hij heeft ook eigenlijk helemaal niets met de Veluwe. Reen, hè, is die geboren? Klopt, klopt. Ja. Met een hele bekende familie in familie Baars kwam oorspronkelijk uit Reen. Maar tijdens de oorlog woonde hij in Deventer. Hij werkte aan de koloniale landbouwschool in Deventer. Daar was hij administrateur. Maar daar zat hij oorspronkelijk tussen 1940 en 1942 zat hij al in het verzet. Maar vanwege verraad van Johnny den Droge moest hij onderduiken. En hij is rond 1942-43 is hij op de Veluwe terechtgekomen. En zodoende ook als districtscommandant naar de wijk terechtgekomen. En als je dat weet, dat hij dus eigenlijk niks met Harderwijk had, anders dan dat hij daar per ongeluk terecht was gekomen, dan is het heel bijzonder wat hij voor die stad gedaan heeft. Ja, zeker weten. Ja. En zo vind ik het een heel bijzondere persoon die mij altijd geïnteresseerd heeft. Ja, en daarom heb je ontzettend in hem verdiept ook. Juist. Ja. Johan, dank je wel. En René Boeren, ook dank je wel voor jullie verhalen. Dit was hem, de laatste van 15 afleveringen over de bevrijding van Gelderland. We begonnen aan de grens bij Aalten en Mechelen en eindigden vandaag aan de oevers van de Randmeren. Wilt u nou meer terugzien van de bevrijding in heel Gelderland? Kijk dan op onze website. Op 4 en 5 mei zijn we terug en dan gaan we ondanks alles toch gewoon herdenken en de vrijheid vieren. Want corona of geen corona, die vrijheid, die pakken ze ons niet meer af.